Op 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Dan kunnen we weer gaan stemmen. En wij van Straatpraat vragen op de markt in Schagen: hoe maakt u de keuze waarop u gaat stemmen? Nou, op het gevoel. Gaat op het gevoel gewoon. Ik ga eerst de kieswijzer bekijken en dan zie ik wel weer. Want ik zit me zo aan het twijfelen. Ik heb geen vaste partij. En dan ga ik voor een vrouw stemmen. Dat doe ik altijd. Nou ben ik een beetje voor de ouderen. Tenminste, daar heb ik de vorige keer op gestemd en ik denk van nu weer. Nou, dat vind ik heel moeilijk, maar ik ga wel een beetje de richting uit wat ik ook in de landelijke politiek zou doen. Ik weet dat ik heel erg gericht ben op het platteland. Wij komen uit Den Hoever van oorsprong. Ik ben voor de vissers, de boeren en daar ga ik zeker meer aandacht op vestigen. En de zorg. En de zorg, want daar werken we in. Dat weet ik nog niet. Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik sluit me er helemaal bij aan. Ik ken die mensen niet, zeg maar. Maar ik stem altijd op de eerste vrouw van de lijst. Dat weet ik nog niet. Nee, dat meen ik serieus. Ik heb al gekeken. Maar we hebben de lijst met de namen nog niet gekregen. Weet je wel, ik kijk altijd naar de namen. Want de partij maakt me dan niet uit. Ik kijk naar mensen die hier in de buurt wonen. Dat vind ik heel belangrijk. Want in het provinciehuis zitten al te veel mensen die alleen aan de grote stad denken. Ze vergeten de kop van Noord-Holland. Waarschijnlijk met een stemwijzer. In het waterschap heb ik toevallig gisteren op de bank naar gekeken. Dat was een meneer Beemsterboer. Oh ja, dus ik weet het nog niet. Ik kijk meestal wat, weet je wel, wat bieden ze aan. En ik ga gewoon dan kijken even op internet van wat. Maar dat valt me nog niet mee op dit moment. En dan zal je wel meerdere uitslagen krijgen. En dan moet ik een keuze maken. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik heb me er wel een heel klein beetje in verdiept. Maar ik heb de partijprogramma's naast elkaar gelegd. En ik zie dat er een mega groot verschil is tussen de landelijke politiek en de politiek die in de provincie plaatsvindt. Nou, eerlijk gezegd blijf ik gewoon bij de partij waar ik altijd op stem. Die doen het goed, dus ik hou het zo. Dus daar, dat is een beetje een afweging van wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet belangrijk. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat iedereen verstandig moet kijken naar wat voor belangen hij het beste voor zijn eigen kan doen. Meer kun je er niet van maken. Die mensen waar we op stemmen, kunnen wij niet. Wij doen een beetje van ja, wat we normaal gesproken altijd doen. En eigenlijk wel met de normale, de grote verkiezingen. Dus ik denk dat we daar ook niet veel van verschillen. Die partij waar ze vertegenwoordigen, ja. Die kennen we misschien wel, maar dat zijn andere dan die mensen. Het probleem is dat we er niet zo heel veel verstand van hebben. Nee. Van wat ze nou precies doen. Dus daarom is het wat moeilijker om te kiezen. Waterschap is heel belangrijk. Maar ja, wij zien nooit wat ze doen. Internet, gewoon goed kijken, stemwijzer invullen. Kieswijzer, over praten. We hebben natuurlijk wel een voorgeschiedenis wat kiezen aangaat. Dus ja, soms gaat het toch wel weer naar de oude voorkeur uit, hè? Ze schrijven wel dat ze veel doen. En ik geloof wel dat ze veel doen. Maar de sloten worden al vuiler. Ik ga eerst kijken naar de stemwijzer, wat daaruit komt. Ik ga me inlezen in wat de partijen zeggen. En daaruit maak ik dan een keuze, want ik denk dat het best bij mij past. Ja, dat andere, ja. Dat is voor de Eerste Kamer. De Tweede Kamer kunnen we. Maar weten wij als Nederlander wat in de Eerste Kamer zit? Bijna niemand. We willen constructief stemmen. Dat er wat terecht komt van deze wereld, daar maken we ons zorgen over. En niet voor ons, maar voor wat na ons komt, onze kinderen, onze kleinkinderen. Daar gaat het om, toch? Wij hebben ons langste tijd gehad.